Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 457. Ik ga zo in gesprek met Ben Hobrink. Hij is de auteur van het boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. En daar gaan we zo met elkaar over praten. En we hebben voor jullie nog een foto staan. Die is onherkenbaar gemaakt. Het is een foto die aan een bepaald nieuwsfeit hangt. Het is allemaal niet heel zwaar en ingewikkeld, maar die foto die hebben we in de fotopureermachine gestopt. Daardoor is hij zo verminkt geraakt. Maar die foto heeft zelfherstellend vermogen. En in de komende 30 seconden ga je ontdekken wat je ziet of wat die foto inhoudt. En dan ben ik benieuwd of jullie weten wat je ziet en waarom dit nieuws is. Al enig idee wat jullie zien? Het lijken wel korrels van die pollen. Korrels of pollen? Dat is de bioloog. Eten. Ja. Ja. Allemaal nootjes, ja. Allemaal nootjes. Noten. En het heeft ook nog een naam, dit soort producten. Hebben jullie daar wel eens van superfood gehoord? Oh ja. 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 Op het nieuws vanochtend, ja. Ja. Op het nieuws vanochtend. En wat was het nieuws dan, Marnix? Nou, dat het toch niet zo super is. Het is niet zo super. Je betaalt er wel meer voor. Ja. Nou, weet ik niet of jullie ze allemaal kennen en meteen weten wat je ziet. Maar hennepzaad, tarwegras, gooiebessen, die zijn volgens mij linksbovenin te zien. Amandelen, pinda's. Nou, zijn er van die gezondheidsgoeroes die zeggen, het is geweldig voedsel. Het is wel heel duur. Maar het is wel heel geweldig. En wat gebeurt er dan? Er zijn er mensen die denken, ja, dat is zo goed. Als ik dat dus alleen maar eet, dan word ik alleen maar gezonder. Dat is net als die Amerikaan die een gezonde diet hamburger eet. En die eet er dan 50 en heeft hij heel gezond gegeten. Ja. Ja. Dus heel veel. Nou zegt het voedingscentrum, dat is het nieuws. Er is sprake van een hype. Er wordt veel over geschreven in tijdschriften, maar het jaagt mensen op kosten. En je eet erg eenzijdig. Dus weet wat je doet. Ja. Eet het wel eens een keer, maar laat je niks op de mouw spelden. Dus vandaar dat deze foto te zien was. Het ging dus over superfood. Er worden heel wat berichten de wereld ingeslingerd via social media. En er zijn hele zinnige bij en er zijn ook soms minder zinnige bij. Ja, dat heb je. Daar waar mensen iets de wereld inslingeren, kan dat wel eens onzin bevatten. Nou, we hebben geprobeerd de meest zinnige eruit te halen. Filosoof die stuurde het volgende berichtje, de volgende tweet. Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen. Je moet wel beginnen om goed te kunnen zijn. Ja, is zo, hè? Die valt in de categorie wie niet werkt, maakt geen fouten. Ja. Ja. Dankjewel, filosoof. Arjan ten Brinke schrijft, jongens, vasten doe je in het verborgene. En dat verborgene is in kapitalen geschreven, hoofdletters. Hmm. Nou, maar niks. Ja. In het verborgene. Nou, dat zal ook de hoofdmoot zijn, hè? Achter de voordeuren. Ja. Alleen, Ik denk dat het helemaal niet kwaad kan om ook dingen met elkaar te delen. Hè? En dat doen we hier en dat doen we op allerlei andere plekken ook. Precies. Nienke Westerbeek, ze schrijft, telefoon kwijtgeraakt vanmiddag bij de EO. Als dit een teken is om de 40 dagen tijd in te gaan, is het wel een goeie. Dan was ik heel nieuwsgierig geweest. Nienke Westerbeek, redactie... Even kijken, wat doet ze allemaal bij de EO? Zit volgens mij bij Visie of Eva. Het is de goeie. Dan had ik verwacht. En dan ga ik nu ook mijn telefoon inleveren. Is dat ook een vorm van vasten? Simeon, wel eens zo'n vorm van vasten toegepast? Nee, meestal vast ik. Als ik vast, dan is het van eten. Maar ik denk dat je van alles kunt vasten. Het is gewoon... Ja, wat Marnix zei van onthouden van dingen. Gewoon eens een 40 dagen geen tv kijken. Ja, bijvoorbeeld als mensen heel veel tv kijken, dan kan dat een offer zijn om meer tijd met God te hebben. Ja. Nou. Dus de telefoon inleveren, dat is ook een idee.
Ja, tenzij je nu juist zegt, ik wil ook extra contact zoeken met mensen. Ja, dan heb je hem weer. Jullie hebben besloten dat je meer met mensen contact wil hebben. Ja. Dan heb je de telefoon nodig. Ja. Jos Douma, hij schrijft het volgende. Het harde hout en de hemelse omhelzing. Een gebed voor de 40 dagen tijd. Dan was ik even nieuwsgierig. Kennen jullie het harde hout en de hemelse omhelzing? Ik ken hem niet. Nee? Dat is een gedicht. En dat heb ik dus maar opgezocht, want ik vond het een beetje een raadselachtige tweet van dominee Jos Douma. Het gaat als volgt, het gebed. Heer Jezus Christus, u hebt uw liefdevolle armen uitgestrekt op het harde hout van het kruis, zodat iedereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing kan komen. Bekleed ons daarom met uw geest, zodat we met uitgestrekte handen vol liefde diegene bij je mogen brengen die u en uw liefde nog niet kennen. Tot eer van uw naam. Amen. Dat had een gebed kunnen zijn in jullie kalender. Mocht u ook een tweet de wereld in willen sturen over dit programma, gebruik dan hashtag Café Tinto. En wilt u ons volgen? Dat is dan een apenstaartje FAM7. Dan ga ik nu in gesprek met Ben Hobrink over zijn boek Moderne Wetenschap in de Bijbel. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Nou Ben, dat is nogal een bewering. Dat is er nogal één. Ja, maar ik geloof het echt. We vinden in deze tijd heel veel feiten, bijvoorbeeld over voeding, maar ook archeologisch en zo. Die dingen die al lang in de Bijbel staan. En dan vinden we onszelf heel knap en dat is ook goed. Maar in de Bijbel staan, ja, het zijn eigenlijk anachronismen, noem je dat. In de Bijbel staan zoveel dingen die ze in die tijd niet konden weten. En waarvan we nu erachter komen, hé, dat klopt, wat geweldig. Maar dan is de Bijbel nog niet een wetenschappelijk boek. Nee, ik had zelf ook een andere titel, maar de uitgever vond dit een mooie titel. Ja, het prikkelt en wel. En het prikkelt, en er vallen heel veel mensen over. En ga het maar lezen. Ik had meer zo van wetenschappelijke feiten in de Bijbel. Maar het gaat om de feiten. Het gaat niet om of je dat nou mooi wetenschappelijk beschrijft. Stel dat de Bijbel wetenschappelijk geschreven zou zijn, dan zou niemand dat kunnen lezen. En over 50 jaar zou het weer herzien moeten worden. De Bijbel zegt gewoon de juiste dingen in een gewone menselijke taal. En dat is nou zo mooi. Als die wetenschappers dat nou ook deden, dan zouden we dat een stuk beter begrijpen. Ja, dus, dat is meteen de toegepaste wetenschap. Ja, dat heb ik wel ook voorin staan. Dat staat niet allemaal over modellen en hoe je dat allemaal opzet. Maar wel de conclusies. En dat is bij de wetenschap heel belangrijk, de conclusies. En die staan er wel in. Dus de Heere God heeft gewoon zijn eigen opstellingen, proefopstellingen gehad. En hij zegt, zo moet je het doen. En daar gaat het om. En jij constateert dat het bol staat van de wijze en ook wetenschappelijk te verklaren adviezen van God. Ja, ik heb dus alleen de biologische en de natuurkundige genomen. Maar hetzelfde geldt voor psychologie of filosofie. Als je Prediker leest of de Spreuken. Dus, ik vind altijd psalmen, dat gaat erover hoe je met God omgaat. En de Spreuken is hoe je met de medemens omgaat. Nou, dat kan de beste psycholoog kan dat niet evenaren zo goed. Maar dus op elk vlak is dat zo. En het interessante vind ik nog, dat is helemaal niet de kern van de Bijbel. De kern van de Bijbel is dat de Heer Jezus ons verzoend heeft met de Vader. En dit zijn maar bijzaken. Maar mijn punt is, als die bijzaken al zo goed zijn en je leven verlengen. Ja. Een Jood werd gemiddeld 3 keer zo oud als de mensen van zijn tijd, de Israëlieten. In de tijd van Mozes werden ze 3 keer zo oud als de mensen in Egypte. Of en waardoor kwam dat? Gewoon omdat ze de wetten van God onderhielden. Bijvoorbeeld dus de reinheidswetten. Reinheidswetten. Je had veel minder epidemieën. Je had veel beter voedsel. Het sprak me erg aan van dat superfood. Ja, daar zou ik ook nog wat over kunnen vertellen. Maar als je gewoon doet wat de Bijbel zegt. Gezond leeft en gevarieerd eet. En dan word je een stuk ouder. Nu nog is het bijvoorbeeld zo dat de 7e dag Adventisten. Dat ben ik niet hoor. Maar de 7e dag Adventisten leven 10% langer dan de gemiddelde mens. Zeg maar 9 jaar langer. Gewoon omdat ze doen wat in de Bijbel staat. Het is nog steeds zo, die wetten van Mozes zijn niet te evenaren. Ja, je zou zeggen, dan zou je wel gek zijn om die adviezen aan de kant te leggen. Ja, en dat heeft miljoenen mensen het leven gekost, omdat ze uit onkunde die wetten niet deden. Of daar tegen waren, gewoon geen zin hadden om dat te doen. Ja. Ben, je spreekt regelmatig in het land, geef je lezingen.
We hebben een fragment uit zo'n lezing van jou. Ja, maar kan ik daar eventjes eerst één ding over vertellen? Want dat is nou net wat ik bedoelde. In Deuteronomium 23, daar gaat het over dat je je ontlasting moet begraven. He, dat doet nu nog nooit, mensen in de derde wereldlanden doen dat niet, doen gewoon op straat laten ze liggen. En wat denk je van al die vliegen en ratten en varkens? Die varkens vinden dat heerlijk, is voorverteerd, die gaan dat meteen opeten. En wat voor nare ziektes je krijgt, alleen door het feit door ze te begraven wat de Heere God zegt, en dat weer toe te dekken, daardoor hebben miljoenen mensen een langer en beter leven gehad. Kijk maar even dat stukje. Oké, we kijken. In India heb je 70% van de mensen hebben geen toilet. Meer dan 800 miljoen mensen poepen zo op straat. De vrouwen doen dat binnen en als de ton vol is, dan gooien ze die ook op straat. 800 miljoen mensen. Hier heb je zo'n foto. Zitten die mannen, die zitten 's ochtends vroeg bij zonsopgang en 's avonds laat als de zon ondergaat, dan gaan ze naar een weg. En hier hadden ze toevallig een spoorweg, dat zit nog makkelijker. En dan gaan ze daar zitten. Dat is normaal. 800 miljoen mensen. En dan stel ik me die vliegen voor. Ik ben opgegroeid op een boerderij. U weet niks van vliegen, want u hebt allemaal horrorgaars. Maar op zo'n boerderij dan heb je miljarden vliegen. En dan stel ik me ze voor, die vliegen hier, die gaat op zo'n poepie. Ah, even tussendoor, hebt u wel eens gezien die vliegen? Ja, u moet eens beter op vliegen letten komende zomer. Dat zijn hele blije beestjes. Dan zitten ze op je bord en zo, dan zie je die pootjes. Alleen, dat geluid hoor je niet, maar die pootjes zie je wel, hè? En dan. Snap u? Snap u een beetje? Dan denk je, of hier. Kijk, dat jongetje heeft in zijn gebied allemaal vliegen. Dan denk je, hoe is het mogelijk wat Mozes daar beschreven heeft? Die lijkt wel een professor in de bacteriologie of in de parasitologie. Hoe kan die dat nou beschrijven? En niemand hield er ooit rekening mee. De Bijbel, achterhaald. De Bijbel is niet achterhaald. Nee joh, zo kan ik nog een paar uur doorgaan met allerlei feiten. Dat de Bijbel die loopt gewoon voor. Kijk hier, dat filmpje is even een minuutje van een dvd. 136 minuten met 25 onderwerpen. Dat kun je bestellen op mijn site. Maar daar staan allemaal van zulke dingen over de ark, over natuurkunde, over sterrenkunde. De Bijbel is een geweldig boek. Toch zijn een aantal mensen er helemaal niet zo blij mee, hè? Nee. Ik las op een site, deatheist.nl geloof ik. Ja. Die branden jouw boek en jouw geheel helemaal af. Ja. Die zeggen, joh, dit is geen wetenschap van een onzin. Ja? Wil je wat van me horen? Ja, wat vind je daarvan? Ja, af en toe kijk ik daar ook wel eens op. Maar laten ze maar met feiten komen. Het punt is niet, ik heb die meeste dingen niet zelf ontdekt natuurlijk. Ik heb bijna 3 jaar lang ben ik bezig geweest om feiten bij elkaar te zoeken. Ik ben voor Open Doors ben ik een paar keer in Amerika geweest. En dan zei ik, na die tijd wil ik 3-4 dagen in verschillende universiteitsbibliotheken rondneuzen. En ben ik als een dolle gaan rennen. En ik heb wel meer dan 1000 kopieën gemaakt. En die ben ik dan thuis gaan lezen. En die feiten zijn allemaal bekend bij artsen en bij wetenschappers. Het enige wat ik heb gedaan is ze bij elkaar rapen en leesbaar maken voor de gemiddelde mens. Ja, je hebt ze gewoon verzameld, zeg maar. Ik heb ze gewoon verzameld. En die feiten zijn bij artsen al lang bekend. Alleen niet bij het grote publiek. Dus het is niet zo dat ik daar die dingen verzin. Maar ik heb meer dan 500 referenties van allerlei belangrijke magazines en zo, waar dat in beschreven staat. Ja, want ik sla hier open het varken. Bijvoorbeeld. Ja. Wij eten als Hollanders behoorlijk wat varkensvlees. Ja. In de Bijbel wordt heel duidelijk aangegeven, niet. En nee. Je zegt, maar dat is een hartstikke goed advies.
Ja, er zijn verschillende adviezen, hoor. Ze kunnen lintwormen hebben. En het gaat niet zozeer om bijvoorbeeld de varkens van nu, die helemaal in bijna steriele omstandigheden worden opgekweekt. Maar je moet bij varkens denken aan die vieze beesten die in die dorpen lopen, waar ze een open riool hebben en daar allerlei van de grond eten. Dode ratten en dode muizen, de katten en alles wat er bewogen heeft, dat eten ze op. En dan moet je die varkens gaan bekijken op trigienen of op lintwormen of op 40 andere ziektes. En dan zeg je, hé, kijk, wij bekijken de Bijbel vanuit onze westerse optiek. Dat we helemaal ingekapseld zijn in horrorgaas, in ramen. De vliegen kunnen er niet meer bij, de bacteriën niet. Ja, maar je had toen geen koelkast. Nee, we hebben een koelkast nu en een vriezer en een strijkbout en een wasmachine. En als je dat allemaal niet hebt, moet je eens kijken bijvoorbeeld als er weer oorlog is en die dingen die vallen allemaal weg. En dan heb je zo weer allerlei ziektes, epidemieën. Tyfus en cholera. En in de tijd van de Bijbel had je geen airco, had je geen precies diepvries en koelkast. En als je dus met in die maatschappij dat gaat bekijken, met de ogen van iemand van de GGD of van de Keuringsdienst van Waren, dan denk je, man, wat een goede regels. Wat een verstandige adviezen. Ja? Ja. Wat zijn nou een paar dingen waarvan je zegt, van die zijn voor mij zo opvallend, daar ben ik dus, word ik helemaal blij en trots dat ik die Bijbel heb. Ja, als we nou kunnen praten tot morgen vroeg 11 uur, dan kan ik er een paar noemen. Maar bijvoorbeeld, ik ben natuurkundig aangelegd, dat vind ik heel leuk. Maar de Ark van Noach bijvoorbeeld, hè, dan leer je op de universiteit, theologen die leren dan van, dat verhaal van Noach is overgenomen van het Gilgamesh-epos van de Babyloniërs. Want dat is zo'n 2000 jaar ouder, zegt men, op de universiteit. Nou, dat geloofde ik vroeger ook. En ik denk, ja, als de dominee het zegt, ja, dan kan ik geen kant op. Dan zal het wel waar wezen. Maar nu heb ik een collega die heeft de hogere zeevaartschool gehad. Hij heeft alle wereldzeeën bevaren. En ik zeg tegen hem, Jenne heet hij. Ik zeg, Jenne, mag ik nou eens die boeken van jou lezen, hoe je een schip bouwt? En wat ik tot mijn stomme verbazing achterkwam is, de Ark van Noach is technisch gezien het beste bootmodel wat er bestaat. Er zijn sommige boten, je kunt wel zeg maar een plank laten drijven en die is nog stabieler, maar daar kun je niet op leven. Een boot moet schommelen. Dus ik heb het niet over een plank, ik heb het over een boot. Er moet beweging in zitten. Het beste bootmodel qua verhoudingen, maar ook de afmetingen, is de Ark van Noach. Bijvoorbeeld dat Gilgamesh-epos, die man die zegt van ja, mijn boot, die had de vorm van een kubus. 60 bij 60 bij 60 meter. En een slechter bootmodel kun je niet bedenken. Want een kubus blijft altijd rollen over het water. Als je een ander bootmodel hebt, nou, die gaat een keer zo en die is dan stabiel. Maar een kubus blijft altijd rollen over het water. Ik durf te zeggen dat die man die het Gilgamesh-epos heeft geschreven, die Babyloniër, dat is een echte landrot. Die heeft van zijn leven nog nooit in een boot gezeten. Anders had hij niet gezegd dat het een kubus was. Dus welk van die twee modellen kan de toets van de wetenschap doorstaan? Dat is alleen de Ark van Noach. Er zijn zo'n 300 zondvloedverhalen op de wereld. Met allerlei verschillende arken van een kilometer bij een kilometer. Of een uitgeholde boomstam. Dat is allemaal flauwekul. De enige die de toets van de wetenschap kan doorstaan is het verhaal van de Bijbel. Ja. Dus je zegt daarmee, de Ark van Noach, het model klopt, dat is wetenschappelijk aantoonbaar. Ja. Dus, ik was een keer, we hebben het niet over onzin. Nee, ik was een keer bij een uitvoering van het Urker Mannenkoor of zoiets, als visserkoren. Er zijn zoveel koren in Urk. En ik zit daar, in de pauze komt zo'n Urker naar me toe. Hij zegt, bent u meneer Hoberink? Ik zeg, ja, hoe weet u dat nou? Nou ja, dat wist hij. Hij zegt, ik ben scheepsbouwkundig ingenieur. Ik denk, nou zul je het hebben. Hij zegt, ik heb het verhaal van u gelezen. Ik denk, dan gaat hij commentaar leveren. Hij zegt, met al mijn formules van scheepsbouwkunde heb ik dat eens doorgerekend. En hij zegt, al zou Noach die dieren boven op het dak hebben geplaatst, dan was het nog een stabiel bootmodel geweest. Beter is er niet, zegt een deskundige. Kijk, nou, zo staat het boek vol met voorbeelden. Ja. De betrouwbaarheid van de Bijbel, over voeding, natuurwetenschappen, de hygiëne, bestrijding van epidemieën. Het is te veel om over door te praten. Ja. Maar het geluk is,
De 14e druk is net verschenen. Ja, en je kunt naar mijn site ook reageren. Kun je het boek bestellen, de dvd kun je bestellen. Ja. Dat is benhobrink.nl of eigenlijk is het modernewetenschapindebijbel.nl. Modernewetenschapindebijbel.nl. Yes. Om het kort te houden. Ja, dat kon niet anders. Nee, mooi. Dank je wel. Ja. Het is inmiddels 60.000 keer verkocht, dus de kans is heel reëel dat hij al in uw kast staat. Mocht dat niet het geval zijn, een goede tip. Ben, wat is tot slot jouw gebedspunt voor de kijkers? Ja, dat gebedspunt is ook over Noord-Korea. Dat is eigenlijk over de leidende kerk. Ook bijvoorbeeld wat Simon zei over Egypte. Daar is goed is voor te bidden voor Syrië. De vervolgde kerk. En wij hebben ook altijd het weekend na Pinksteren, de nacht van gebed. Dat er zo'n, ja, ergens tussen de 8 en 10.000 mensen in allerlei kerken en groepen die dan gaan bidden voor de vervolgde kerk. En mijn gebedspunt dan voor vandaag is dat er in Noord-Korea verandering mag komen. Dat het mensen eindelijk tijd krijgen om een mogelijkheid te hebben om adem te halen. Laat het daar zo vrij worden als in China, dat is meer dan genoeg. Zo vrij als hier, dat is helemaal niet goed voor een mens. Dus dat is mijn gebedspunt. Mag Noord-Korea vrij worden? Mooi, dankjewel. Ja. De gebedspunten die al eerder zijn genoemd, en van Ben en straks van Simeon, zal ik om 11 uur nog even voor u op een rij zetten. Het gastenboek. De gasten van gisteren hebben in het boek, er zitten vette vingers op, dat komt van de koekjes die op tafel stonden gisteren. Alhoewel, we hebben nu boterkoek van Bakkerij Zandstra gekregen. Elke morgen worden we hier weer voorzien van lekkere hapjes. De gasten van gisteren hebben een vraag voor jullie bedacht. En dat zijn Daniel, die een hele mooie kleine handtekening neerzette. Jennifer Greta Peersman, zij is archeoloog. En Mariette Oosterhof van Transworld Radio. En zij bedachten voor jullie een vraag. Moet ik hem voorlezen? Simeon, ik geef hem aan jou. Je mag de vraag voorlezen. Oké, staat: is het mogelijk om de onzichtbare wereld wetenschappelijk te bewijzen? Dat is van Jan Komst natuurlijk. Dat is best wel van. Nou, en die komt ook bij een archeoloog vandaan. Oh, die heeft hem, ja. Jennifer Greta Peersman, die heeft dat bedacht, denk ik. Is die onzichtbare wereld, is die te bewijzen? Wetenschappelijk zelfs. De wereld van engelen en demonen. Ik merk dat ik zelf heel ver van zo'n vraag afsta. Dus dat ik zo'n vraag niet zou... Je zou hem niet bedenken zelfs. Ik zou hem niet bedenken. Omdat ik ook denk van, waarom zou wetenschappelijk bewijs iets toe of afdoen? Mm-hmm. Geloof je dat die wereld bestaat? Ja, die wereld bestaat. Ja, net zo goed als ik heel veel dingen geloof. Ik geloof ook dat Jezus Christus is opgestaan. Ja, dat valt dat denk ik ook heel moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Maar dat, ja, dan praat je over twee verschillende grootheden die je wel op een manier zoals jij doet, in de toegepaste vorm, kun je de waarde van bijbelse inzichten kun je ook wetenschappelijk kun je aangeven. Maar ik vind het te veel eer voor de wetenschap. Ja, te veel eer voor de wetenschap. Ja. Oké. Okay. Ja. Is er nog een bakje koffie trouwens? Ja, het is nu toch twee bedrijven door. Hè? Ik schuif het is niet die kant op. Maar Ben, hoe kijk je daar tegenaan? Zitten we nou in de uitzending? Ja. Jullie zijn nog vol live in de... Ja, oh, oké. Ja, dat is interessant. Kijk, want dan kom ik ook eventjes op schepping of evolutie. Want dat is hetzelfde probleem als hier. Want de wetenschap zegt van, je kunt alleen iets bewijzen als het herhaalbaar is. En verifieerbaar, als je dus kunt zien en als je het kunt herhalen. Want de een zegt dus het krijtje valt naar beneden en de ander zegt naar boven. Dus dan moet je gewoon elke keer dat krijtje laten vallen. Dus dit is niet waarneembaar voor de gewone mens. Maar net zoals evolutie, dat is iets wat geweest is. Het is niet te herhalen. Dat kun je ook niet even opnieuw doen. Nee, en wat je dus wel kunt doen als wetenschapper, is feiten zoeken, gevolgen van dit. En kijken of dat bestaat en waar is. Dus ook als met engelen en demonen. Als er dingen gebeuren in het leven die je niet kunt verklaren, waarvan je, dan zou je duidelijk kunnen zeggen van, bijvoorbeeld, dit is een wonder van God, of dit is iets demonisch, of dit is iets dat God door een engel laat doen, net zoals in de Bijbel. Ja. Maar je kunt het niet zien en je kunt er, dus wetenschappelijk
is dat niet te bewijzen. Nee, je zou blind zijn als je zegt van de gevolgen van die wereld, die zijn niet te zien. Nee, die zijn wel te zien. Ja. Maar het is inderdaad, de wetenschap heeft eigenlijk te veel eer. Maar de mens wil dat graag. En dan zeg ik, die gevolgen van die geestelijke wereld, die zijn aan te tonen. Ja. Oké. Okay. Simon? Ja. Ja. Het is gewoon een kwestie van geloven. En als je het gelooft, dan ga je het ook zien. En dan is dat de wetenschap. Ja. De kennis. Ja. Alsjeblieft, de pen. Ik overhandig de pen aan Simeon. Jullie mogen een vraag bedenken voor de gasten van de volgende uitzending. En dan hebben we het over Evertine Krabbe en Christy van Dijken van Stichting Chris. Zij komen hier. En even kijken, er zit iemand aan tafel van ProLife Zorgverzekeringen. Waarschijnlijk Marga den Hartog. Dus jullie mogen een vraag voor deze drie dames bedenken. Succes! Ja, dat is een hele zware opdracht. En er wordt soms mee gemarteld tot na de uitzending zelfs. Dus de komende 5 minuten zijn voor jullie om een vraag te bedenken. De vergadering is nu uitgesproken en geopend. We gaan er even uit voor de reclame. Daarna zijn we bij je terug. En dan ga ik in gesprek met Simeon. Blijf kijken. En tot zo.